De achterste is gemaakt door Johnny Polman. Ja. De voorste, de sneeuwfoto, door mij. Moet u eens kijken, dames en heren. Is dat prachtig? Ja. En bij deze is dat op de expositie geopend. Je hebt zojuist de foto-expositie van Martin Beurmer geopend. Wat heb jij met de natuur? Nou ja, ik hou heel erg van de natuur. Ik waardeer het groen en ook de fauna. Zelf ben ik ook jager. En van jagers is ook bekend dat ze er veel om de natuur geven. En ook zoeken naar een balans in de natuur. Dus dat is echt genieten. Dus de foto's van de hazen die je gezien hebt, dat moet je hem aanspreken? Ja, fantastisch. En de wijze waarop Martin Beurmer dat vast heeft gelegd, dat is toch fantastisch om te zien. Het is echt een heel mooi schouwspel van zo'n moerhaas die dan allemaal van die mannetjeshazen, van die rammelaars achter zich aan heeft lopen. Ja, dat is gewoon een fantastisch gezicht. Het is niet de eerste keer dat je het werk van Martin Beurmer bekijkt? Hij doet dat. Hij heeft vaak dit soort dingen. Hij heeft me gevraagd nu de expositie te openen. En wat ik zo mooi vind is dat hij gaat elke dag erop uit om mooie foto's van de natuur te maken hier in de omgeving van het Beekluss Groeneveld. En hij wil dat ook gaan uitleggen aan, zoals hij zelf zegt, bejaarden. Martin zelf is ook niet de jongste meer, maar wat ik mooi vind is dat hij op die manier de natuur bij mensen die aan hun appartement zijn gekluisterd naar binnen haalt. Het is een fantastisch geheel, we hebben het al eventjes gezien net. De foto's zijn fantastisch. Het moet jou veel bevrediging geven. Ja, ja. En dat is ook de doelstelling die ik heb. En ik ben blij dat ik weer zover ben. Wat heb jij voor band met vooral het Beeklust, de Vijver van de Vecht, het Groeneveld, het Beeklustpark? Nou, dat is eigenlijk langzamerhand gekomen. Ik had al vanaf 1904 een heleboel foto's. En ik moest revalideren en verder wandelen. En dat doe ik elke dag 2 uur. En dan heb ik dus gedacht, ik maak wandelroutes met mijn rollator. Elke keer een stuk. Maximaal 5 kilometer. En die bind ik aan elkaar. En nu heb ik 4 wandelroutes gemaakt. En ik had foto's voldoende ook weer gemaakt. En ik heb hulp van Johnny Polman, een geweldige fotograaf. Vooral voor ijsvogels. En ik heb alles een beetje uitgebreid met een ijsvogel van een foto van een schot. En ijsvogels.nl. En in het boekje staat nog veel meer. En daar heb ik ook het educatieve karakter weergegeven door links te maken naar allerlei onderwerpen. Je hebt een e-book ervan gemaakt. Ja. En dat heb je aangeboden aan het personeel wat hier werkt op de kinderboerderij. Ja. Waarom heb je die erbij betrokken? Omdat ik vind dat die vaak worden vergeten. En zij zijn hier heel drukdoende om het park te onderhouden. En verder, de kinderboerderij is geweldig onderhouden door hun. En ik vind de bobo's, die moet je niet altijd vooraan zetten. Die mogen best een keer achteraan. En die moeten dan ook betalen voor dat boekje, €8. En als ze storten op Giro zoveel, dan krijgen ze dat boekje automatisch overhandigd. En dan vind ik dat de mensen van de kinderboerderij, alle medewerkers, die krijgen zo'n boekje gratis.